Maar waarom liep de hond hier los terwijl het niet is toegestaan? Omdat we hem niet vast wilden houden. Wist u dat u in overtreding was? In Den Haag surveilleren boswachters Alex en Milan door de parken en bossen in en om de hoofdstad. Ook in de buitengebieden dient iedereen zich aan de regels te houden. Dit voor het behoud van dier en natuur. Goedendag. Dan een loslopende hond. Er staat toch duidelijk aangegeven dat het verboden is. Hoi. Hoi. De boswachter. Yes. Is dat uw hond? Ik ben de oppas van deze twee jongens en we laten die hond uit. Ja, het is hier niet toegestaan dat de hond los te laten lopen. Mag hij hier niet los? Nee, absoluut niet. Weet je dat zeker? Ja, dat weet ik heel zeker. Heeft u een geldig identiteitsbewijs bij u? Ja. Ja? Oké. Ja, dank u wel. De jongen is dus slechts de oppas, maar ook dan dien je de regels te kennen en goed op de borden te letten. Ik krijg die in ieder geval van mij terug. Het volgende. Het is hier verboden om de hond los te laten lopen en daarvoor gaat u wel een bekeuring krijgen. U bent ook nog niet tot antwoorden verplicht, dus u hoeft geen antwoord te geven op mijn vragen die ik u ga stellen. Dat is uw recht. Maar waarom liep de hond hier los terwijl het niet is toegestaan? Omdat we hem niet vast wilden houden. Wist u dat u in overtreding was? Heeft u de bebording gezien toen u het landgoed Klingendal binnenkwam? Dat de honden aangelijnd moeten zijn? Niet dat ze aangelijnd moeten zijn. En wilt u verder nog iets verklaren waarom de hond hier losliep? Nee. Oké, en het volgende. U krijgt binnen enkele weken de Axpiro thuisgestuurd. Daarin staat precies hoe u kunt betalen. En denkt u bent het niet eens met de boete? Staat ook op dezelfde brief geschreven hoe u in bezwaar kunt gaan, want dat recht heeft u ook. Een boete voor de loslopen hond is wel 100 euro. Er komt nog 9 euro administratiekosten bij. Dus dan... ja, dat eigenlijk. Oké. Maar weet dat het hier verboden is, ook omdat... we hebben hier ook schapen staan van de boer. En de hond zou dus achter die schapen aan kunnen jagen. Dat is ook de reden waarom de honden hier aangelijnd dienen te zijn. En, maar bestaat niet iets als een waarschuwing dan? Met zo'n... Nee, dat hebben we hier... boete? Nee. Zo'n onschuldig belid? Ja, dat vindt u, maar voor loslopende honden ga ik hier geen waarschuwing geven. Ik weet niet, heeft u verder nog vragen? Nee? Dan wens ik u toch ondanks nog een prettige dag verder. Ja, ik wel. Pas je een keer op iemands hond, krijg je een boete. Dat is best even zuur. Hopelijk krijgt hij een flinke vergoeding voor deze oppasmiddag en let hij de volgende keer beter op. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.